En zij gaat ons nog wat vertellen. Dankjewel Marjolein. Ik wil even vragen of de drie voorzitters van het Downtown Beraad, dus drie leden, dat zijn Ron Sterk, Gerard Rooiakkers en Richard de Boer, een beetje in de buurt willen komen staan. En Sjane, ik heb nog wat attributen nodig. Jij weet wat ik nodig heb. Mensen, lieve mensen, dit is een bijzonder plein. Dat is door velen al gezegd. En waarom is dit een bijzonder plein? Omdat dit het hart is van het downtown gebied. En wat is nou het downtown gebied? Dat is dat gebied wat Santa Claus kan hebben. Namelijk, waar als hij zometeen staat, we hopen allemaal dat het vanavond nog gaat gebeuren, en dat hij kritisch, eigenwijs, alternatief, maar ook enigszins aandoenlijk hier zo zal staan, dan past dat heel erg bij de drie straten die deel uitmaken van de Downtown Beraad. Dat zijn de Witte de Witstraat, die ligt daar achter u. Dat is de straat waar de officiële art galleries zijn en wat kunstinstellingen. We hebben hier, ziet u daar, de nieuwe binnenweg, wat vooral het thema kunst met een knipoog de laatste jaren heeft ontwikkeld. En waar dus onze grote vriend ook een onderdeel van is. En u ziet dan daar, als u de Westersingel, als u de beeldroute afloopt, daar ziet u de Westkruiskade, een multiculturele straat met ook heel veel ruimte voor alternatief gedachtegoed. In dit downtown gebied vindt u van alles. U vindt soms een beetje de zelfkant van de grote stad. Er is af en toe al wat onveiligheid. Maar u vindt ook hele bijzondere unieke winkels, waar er maar één van in Nederland zijn. U vindt daar geen ketens. U vindt daar veel zelfstandige ondernemers. En dat zijn dus, die trekken dus kritische consumenten aan. En daarom willen wij ook zo graag dit beeld hier hebben. Hij was gepland ooit in de Koopgoot. Dat had natuurlijk McCarthy zelf ook graag gewild, om soms toch de perversiteit van al te veel consumentisme aan de kaak te stellen. Dan hoort hij natuurlijk in de Koopgoot, maar daar waren ze toch een beetje bang voor de zeggingskracht van het beeld. Op het Schouwburgplein en het Binnenwegplein waren de stemmen ook ernstig verdeeld. En bij Boymond waren ze hem ook een beetje zat. En daarom zijn we blij dat hij hier nu komt op ons verzoek. Wij hebben, om dit beeld goed te ontvangen en andere acties voor te bereiden, een downtown beraad opgericht. En dat bestaat dus uit de drie straten die ik net noemde: de Westkruiskade, de Witte de Wit en de Nieuwe Binnenweg. Ik wil even de voorzitter aan u voorstellen. Als eerste Gerard Rooiakkers. Kom maar even Gerard, die heeft u al in actie gezien vandaag als ontvanger van het beeld. Richard de Boer, de voorzitter van de Westkruiskade. En Ron Sterk van de Witte de Wit. U herkent de heren allemaal aan hun rode dasjes. Ron, waar ben je? Wat willen wij? Als zometeen Centraal Station helemaal is heringericht en al die extra honderdduizenden bezoekers en toeristen komen uit dat prachtige Centraal Station ongeveer bij het Kruisplein weer naar boven, als ik de plannen goed begrepen heb, dan willen wij dat ze gewoon linea recta naar onze grote vriend komen die hier zometeen komt te staan. En ook dat als mensen naar het museumpark gaan, de prachtige musea die we hier hebben, dat ze even hier komen kijken naar deze kunst met knipoogkabouter. Eigenlijk wil ik gewoon bij deze officieel even Downtown Beraad lanceren. En wij zullen de komende jaren de plaatsing van Santa vandaag herdenken in vele acties en manifestaties. Dus u zult nog veel van ons horen. Dankjewel Hank, doe voorzichtig. Het is mij gegund dat ik als Sinterklaas vandaag de officiële opstart van het Downtown Beraad mag begeleiden. En Sinterklaas vindt het ontzettend belangrijk dat inderdaad de drie gouden aderen, zoals ik zojuist hoorde, inderdaad zullen stromen in de stad Rotterdam. En dat kan niet anders en beter door het Downtown Beraad. En als officiële handeling dacht ik, wat is er passender om uit te delen de letters D, T en B.
en dan wel in chocolade. Ik wil bij deze als officiële handeling bij het uitdelen de Downtown Beraad als officieel gestart verklaren. Dank u wel. We zullen nog veel van het Downtown Beraad horen. Wil ik nu graag uw aandacht voor Hans Andersson. Hij is voorzitter van de Internationale Beeldencollectie. En het is de Internationale Beeldencollectie die Santa Claus toch op zijn schouders heeft genomen en heeft gezorgd dat hij hier in Rotterdam terecht kwam. Hans Andersson. Dankjewel. Op advies van onze commissie heeft het toenmalige college van BMW in 2003 de Santa Claus aangekocht. En er ontstond een schok in de stad. Zo'n beeld, dat kan toch niet? CDA en de VVD wezen het beeld af, want die voorstelling van zaken, dat seksistische beeld, is verkeerd, mag niet in de stad. Leefbaar Rotterdam maakte er een ideologische strijd van en wees de vinger naar de cultuurpolitiek van de Partij van de Arbeid. Het beeld mocht de stad niet in. Jarenlang heeft het op een prachtige locatie gestaan in het museum op de binnenplaats van Boijmans. Maar daar hoort het niet, want het was bedoeld voor de openbare ruimte in de stad. Uiteindelijk zie je dat goede kunst, of je het mooi of lelijk vindt, kunst die iets zegt, die expressief is, dat die de politiek overwint. Want nu is er besloten door de jarenlange aandrang van de winkeliers van de Binnenweg om het hier te plaatsen. Vandaag feliciteer ik van harte de winkeliers, de bewoners en de stad Rotterdam met dit beeld. We zijn er trots op als IBC dat het uiteindelijk hier nu geplaatst wordt. Ik wens de Santa Claus een hele grote toekomst toe. En de bewoners en de winkeliers van de Binnenweg hoop ik dat ze er veel plezier aan zullen beleven. Dank jullie wel. Nu was het de bedoeling dat ik de werkmannen die het beeld vervoerd hebben een glaasje aanreik. Maar ik begreep dat die zijn koffie drinken, dus dat ze er helemaal niet zijn. Nou, dan zal ik hier de mensen die vooraan staan een glaasje aanreiken. Er zijn straks de mensen zo gelukkig om van Hans zelf een glaas champagne te krijgen. Er zijn volop oliebollen voor iedereen in de kramen. En daarna zal het grote spektakel beginnen van het blazen van Santa Claus. Ik wens u nog heel veel plezier. Ja, ergens.